Dag pa, dat spruit. Oh nee, nee. Laten we dit ontbijt vergezeld laten gaan van de zweer die wij aan al die talloze ontbijten die wij hiervoor gezamenlijk genoten hebben plachten mee te geven. En dan is dit dus de laatste maal dat wij op deze wijze vereend aan tafel gaan. Laat ik mijzelf vermannen en op de mij zo vertrouwd geworden wijze met pijn in het hart toch opgewekt zeggen... De pindakaasjes op. Pa. Pa nou toch. Nee, pa. Oh, zit ik weer te dazen. De pindakaasjes niet op, zullen we zeggen. Nee, pa, nee. Nee, best. Nee. Jongens, kijk er eens in het potje. Pindakaas zat, hoor. Schep maar uit. Het zit toch tot aan de nok toe vol. Als je niet uitkijkt, dan schommelt het over de rand heen. Een normaal mens constateert de pindakaasjes op. Maar wat zeggen wij? Wij zeggen, kijk eens hoe lekker vol dat lege potje nog zit. Niet waar, Albert? Dat potje is leeg, pa. Maar mijn hart is vol. Doe maar, jongens. Het potje is leeg. Maar wil er nog iemand pindakaas? Ga je gang. Albert heeft nog een hart vol. Mijn hart is vol van weemoed. Zo. Dit is het laatste ontbijt, beste pa, dat wij binnen afzienbare tijd gevierlijk zullen kunnen genieten. Genieten nog wel. Ja. Bobby, jongen, vandaag vertrekt je zoon. Die rol, hoor jullie rol, hoor hem even. Rol denkt dat je vandaag al vertrekt, zeg, Albert. Dat doet hij ook, ouwetje. Ja, dit wou ik ook zeggen, ja. Wel, nee, dat gaan we kom in de bij, zeg. Het is vandaag toch vrijdag. Zeker, ik weet het zeker, zeg. Gisteren was het woensdag, morgen is het zondag. Dus vandaag is het... Wat is het vandaag? Vandaag is het de zoveelste, hè? Nee, ik bedoel... Over... Gisteren was het woensdag. Niet waar? Nee. Albert vertrekt het donderdag. Ik heb het. Ja, nee. Ik ben er al, hè. Dus Albert vertrekt donderdag, dus morgen is het maandag. Ja, nee. En dan is het pas... Oh, jeetje. We hebben nog tijd, zat. Wacht even. Jullie maken me in de wacht. Vandaag is het vrijdag. En morgen is het ik ben er al. De stoom zo aan, ik ben er al. Zeg, wanneer vertrek je, Albert? Na dit ontbijt, pa. Moeilijk, hè, pa? Ja, jongen. Het laatste ontbijt dat ik in jullie midden mag nuttigen. Dan een lange, eenzame bootreis. Ach, jee. En aan het einde daarvan wachten mij de peilloze ontberingen van de Surinaamse jungle. Ja. Kijk me nog maar eens goed aan, Joken, mijn Joken. En kijk nog maar eens goed naar dit gezicht. Jong nog. En gezond. Met jeugdige overmoed in de ogen, nietwaar? Waar straks de meedogenloze zon op branden zal en de huid zal loden. En als wij elkander terugzien, lieve Joken, mijn, dan zal het oud en vol rimpels zijn, dit gezicht. En de ogen wijs en moe. Koekerekoe. Ja, en kijk me nog maar eens aan, joh. Zie je het? Ja, lieve, het lijkt mij een muggenbeet. Hallo, joh. Ja, op je neus. Maar ik zal hem straks wel even bedden, hoor. Oh, joh. Nee, lieve, nee, zo kan je niet naar Suriname, zeg. Ja. Dat is dan nu opeens voorbij, al die gezellige stonden die wij hier tezamen hebben doorgebracht. Ik zal er vaak met diepe weemoed aan terugdenken. Ook aan u, oude spruit. Nee, toch, Albert? Ja. Wat aardig. En zult u mij ook een beetje missen, spruit? Een beetje? Albert, ik kan je niet missen, Albert. Nee,
Ja, maak het die jongen nou niet nog moeilijker, Roel. Nou, het is toch zeker zo? Natuurlijk is het zo. Ik ben er helemaal kapot van. Roel, niet doen, niet doen. Flink wezen, gewoon flink wezen. Wees nou eens een keer een vent. Ik wil helemaal geen vent wezen. Ah, Roel. Arme ouwe Roel. Nou, ik kan er niet tegenop. Stil nou maar, hè? Rustig nou, alsjeblieft. Beste mensen. Ja, hou jij je mond. Ga nog een beetje zitten lachen, hoop zeg. Doe maar, een beetje zitten grinnen kan als Roel er niet meer tegenop kan. En wie is de oorzaak? Jij, lummel. Dat gaat met een paramenari menaribo. Vooruit maar. Eigenlijk moest ik je een... Ga je me niet schermen zijn? Alsjeblieft, pa. Dank je wel, jongen. En mijn jokermijn, die zit er maar dapper glimlachend te kijken, hè? Ja, lieve. En zij denkt aan... Aan Bolleween, lieve. Aan Bolleween. Ach ja, de goede oude Bolleween. Ja, die ergens zo heel intens waar zegt... Als geven elkander afscheid neemt... Laat het dan niet een afscheid zijn van lauwe traan en barre snik. Nee. Want ziet naar het afscheid van tussen vlinderke en vlinderke. Van tussen tor en torke. En het schuldeloze vogelkeen. Het is slechts een simpel liedeke. Een lieve blik uit tieder oog. Een vleugelke dat wuift en afscheidsgroet. En het is de bitterzoete wind die hen dan van elkander wijdt. Wel ja, ja, ik bedoel wel ja. De oude Bollewijn, gevoelig mens, wijs ook. Een denker waardevolle kerel. Ja, ik heb zijn bundel Wees gewaarschuwd in je koffertje gepakt, lieve. Ze bijna mals. Ach, ik bedoel, ben je mal wat aardig, zeg. Ja, hè? Ik dacht zo, jij zit daar dan maar, hè, zo helemaal alleen in Suriname, hè? Ja. Nou ja, alleen, je hebt natuurlijk juffrouw Codeba weer bij je, maar... misschien weet je toch wel eens niet meer waarheen, hè? Nee. Ondanks juffrouw Codeba. Ja. Of misschien wel juist daarom, hè? Dat je zo denkt van, zal ik nou hierheen of zal ik nou daarheen? En dan vind ik het zo'n geruststellende gedachte dat je dan altijd nog Bolleween in je koffertje hebt die zegt... Wees gewaarschuwd. Ja. Ja, heel zorgzaam. Dank je. Dank je wel, lieve joh. In je groene koffertje zitten 10 sigaren, Albert. Oh, dat is heel aardig, hoor, Spruit. Ze konden er eigenlijk niet meer bij. Nou ja, maar ze zitten erin, hè? Ja. Ja, het komt maar net. Ach, nou ja, als ze er maar in zitten, Spruit. Ja, ik moest ze er met mijn voeten in trappen. Een goede Spruit, hè. Niks was Spruit te veel, hè. Maar mochten ze kapot zijn... Ach, het gaat om het gebaar, Spruit, geeft niks. Ze waren toch al een beetje lek. Nou ja, dat doet er niet toe. En als ze nou onderweg bederven, Albert, vanwege de broei of zo... Nou, dan nog, Spruit, dan nog. Dan moet je maar rekenen dat het toch al geen beste waren. Nee, goed hoor. Feitelijk binnen het stinkertjes. Stinkertjes? Ja, feitelijk binnen het lekke, beschimmelde stinkertjes. Ah, oh, nou ja, Spruit, niet waar. Feitelijk binnen het vieze, lekke, beschimmelde, scherpe stinkertjes. Nou ja... als u het dan toch vooruit weet, Spruit van u. En ik heb ze helemaal aan flarden getrapt. Ach jee. Ze konden er niet meer in en ik zeg, jullie zallen erin. Ik heb ze zo met mijn voet heb ik erop gezet en krak in flarden. Ach. En het waren al van die smerige, vieze, lekker, misschien wel de scherpe stinken. Ah, beste Spruit. Als ik u dat toch niets kwalijk neem, het gaat toch om het gebaar, niet? Nou, noem het maar een gebaar. Oh. Het was een grappie. En wat voor een grappie? Daar ook met Albert midden op het oceaanse kleine groene koffertje. Ja. En ik denk, kijk er eens even 10 sigaren van Spruit. Ja. En dan binnen de 10 flarden van nare, vieze, smerige, lekker beschimmelde, scherpe stinkertjes. Nou, ik beloof u, Spruit, ik zal hartelijk lachen, hoor. Ja, wie weet zit de broei er ook nog in. Nou, het geeft niks, hoor, Spruit. Ik zal ze uit mijn koffertje pakken, ik zal ze teder in mijn hand nemen... en ik zal denken, Spruit, ach ja, kostelijke Spruit, niet waar, met zijn vrije grappen.
met zijn heldere lach, met zijn hartelijke stem. Wat mis ik deze man, hè? En dan zal ik, hè, die ene onbeschadigde sigaar eruit nemen. Ja, als er nog een onbeschadigde bij zit. Oh, die zit erbij. En dan zal ik zeggen, spruit, ik steek hem aan op je gezondheid. Ja, maar niet op de jouwe. En als ik dan het peukje over heb. Nee, nee, Oliver. Ja, spruit. Nee, jongen. Waarom niet, spruit? Omdat die halverwege uit elkaar knalt. Oh, wat ben ik toch eigenlijk een ellendeling. Ah, u bent een boven zijn beste, spruit. En kijk eens naar de klok, beste mensen. Er rest ons nog nauwelijks een kwartier. En dan is daar het moment van afscheid komen. Afscheid nemen, afscheid gekomen. Zoals wij afgesproken hebben, nietwaar? Hartelijk. Doch beheerst. Jullie brengen mij niet naar de boot. Nee, doe nou. Nee, wij nemen hier, in dit oude, goede vertrek, in deze warme sfeer, nemen wij afscheid. En dan horen jullie mijn vertrouwde voetstappen op de trap, nietwaar? Jullie gaan naar het venster, jullie zien mij de straat uitrijden. Een laatste arm zwaai. En reeds ben ik de hoek omgeslagen. Het is vreemd, dan blijven jullie hierachter. En jullie kijken elkaar aan. En ik denk dat Joke mijn dan zal zeggen... Wie wil er nog een bakje thee? Oh, Joke. Ik zeg, wie wil er nog een bakje thee? Nou, luister je helemaal niet wat ik zeg, Joke. Nee, lieve, ik dacht net aan wat anders. Oh, en aan wat dan? Nou, ik dacht, als jij nou straks de deur uitgaat, hè, wat zal dat dan gek wezen, zeg. En daar had ik het er net over, joh. Oh, ja? Nou, dat is ook toevallig, zeg. Ach, mijn joke, vrouwen zijn in deze dingen zoveel sterker dan mannen, mijn joh. Weet je nog, pa? Hm? Toen ik op trotse vrijersvoeten ging, ja. Toen ik mijn joke voor de eerste keer... naar mijn ouderlijke woning voerde. Jazeker, jongen. Ik denk, waar komt die nou mee aan zitten? Ik zie nog de blik waarmee u haar aankeek. He? Keurend en ernstig, oh ja. Vooral dat zal ik nooit vergeten, pa. Die diep ernstige blik in uw ogen, hè? Ja, hou maar op. Ik denk, nou kan ik twee dingen doen. Ik kan serieus blijven of ik kan uitbarsten in een historisch gelach. Ach, pa, er viel toch niets te lachen? Niks te lachen, wat zeg je nou? Niks te lachen. Als zo'n bloem van een meid zich vergooit aan een nul. Wat? Zo'n prachtvrouw waar iedere man dag en nacht dankbaar voor zou wezen. Ja, maar dat ben ik, pa. Weet je, en dat laat je er maar gewoon achter. En voor maar twee maandjes, pa. Voor maar twee maandjes, pa. Terwijl honderdduizenden mannen er alles voor over zouden hebben. Om voor maar twee maandjes, pa, bij te mogen blijven. Maar pa, ik ga door die zomer naar Suriname. Ja. Ik ga daar toch heen om te willen van Jo en van Jo alleen te bouwen aan mijn carrière. Jongen, je waar, Jokemeen? Nou, ik moet het toch zien. Oh ja, liever. Ga jij maar veen in je carrière bouwen, hoor. Dat zal best lukken. Ja, je moet rekenen dat je een prachthulp hebt aan juffrouw Codewij, hè? Oh, Jo, alsjeblieft. Zeg, hoeveel keer moet ik je nou nog zeggen dat het dus juffrouw Codewij in mij niet dat is? Niet dat! Maar dat zeg ik toch ook niet, liever? Huh? Nee, nee, maar je denkt het. Oh, nee hoor. Aan zoiets mals denk ik maar ineens. Til Koudewaai is een bijzonder aardige meid. Harde werkster ook, nietwaar? En ik zal daar in Paramaribo bij de reorganisatie van dwarrelaarsvestiging veel ander hebben. Zeer veel. Zo niet alles. Nee, joh, doe nou zeg alsjeblieft niet. Nee. Dan zou ik toch warentig niet de oude mevrouw Codewaai hier in huis hebben laten komen, nietwaar? Oh ja, zeg, volgende week komt de oude mevrouw Codewaai hier wonen, ja. En wat zou dat... Nou, dat vind ik leuk. En waarom vind jij dat leuk? Ik weet het niet. Zomaar. Maar als ik eraan denk, dan voel ik me dan opeens zo jong. Als mevrouw Koudewaai hier in huis komt, Roel. Ze komt toch, hè, Albert? Ja, pa, ja. Nou, wat enig, zeg, wat lekker, zeg, wat fijn. Dat leuke mensje met die mooie ogen. Ja, zeg, en dan dat mondje, hè. Ja. Zo leuk, zeg, als ze lacht. Ja. Wat weet jij van haar mondje als ze lacht? Nou, niks, dat vind ik leuk. Ja, en toch zou het me een genoegen zijn
als u verder geen notitie meer nam van haar mondje als ze lacht. En zeg dan die kleine muzikale oortjes van de haar. Nee, die handjes. Oeh, van die hele kleine, leuke, sterke handjes, zeg. Zo echt dat je zegt, oeh, wat een handjes. En heb je wel eens op de enkeltjes gelet? Och, meneer, een raspaardje, een raspaardje. Nee, zeg, ik zal niet op de enkeltjes. Zo, zit jij een beetje op mevrouw Koudewaas enkels te letten? Nou, dat is fraai. Nou, als ik dat wil, dan doe ik het. Zet je voor, mag ik niet eens op je... Nee, je zal het water, maar ik wil dat vertellen. Wat zeg jij? Geen ruzie bij Alberts afscheid. Kom nou. Nou, zeg. In ieder geval is het duidelijk dat het oude mevrouw Koudewaai hier in huis niet aan sympathie zal ontbreken, nietwaar? Nee. En dan zal de jonge juffrouw Koudewaai ook niet hoeven te klagen hebben, zullen we maar zeggen, hè? Oh, joh, nou ja. Je plaagt me, malle joh. Kijk maar eens aan. Laat me je nog eens goed bekijken, hè? Laat me je lieve vertrouwde trekken nog eens goed in me opnemen. Oh, ja. Ja. En als dan daar in het verre Paramaribo de slopende dagtaat van de pionier is gedaan. En als ik dan uitblaas onder een wuivende palm. En als dan Til, ik bedoel juffrouw Koudewaai, niet meer, iets koels voor mij inschenkt. Dan zal ik daar de warme tropenavond in staren. En dan zal zich uit de duisternis voor mij dit beeld losmaken. Dit beeld van jouw lief gezicht, joh. En ik zal denken, ja. Zo ziet ze eruit. En ik zal met blijdschap denken aan ons blijde huwelijk. Ik zal me eraan herinneren dat ik getrouwd ben met jou. En mocht dat nou niet lukken, lieve? Wat niet? Nou, dat losmaken van mijn gezicht uit de duisternis, terwijl Til Koudewaai iets koels inschenkt. Oh, maar dat lukt toch altijd, joh? Nou ja, stel dat het een keer niet lukt, hè? Dan is er nog altijd een ezelsbruggetje, hoor. Een ezelsbruggetje, bedoel je? Nou, om je eraan te herinneren dat je getrouwd bent met mij, hè? Dan moet je altijd maar even in het linkervakje kijken van je schreefmapje. Oh. Daar heb ik ons stroopboekje in gestopt. Nee. Ja, ik denk... Dan heb je nog eens wat te lezen daar, hè? Terwijl Til Koudewaai dan iets cools inschenkt vanzelf. Ja, zo goed. Ja, ik bedoel, goed zo, ja. Nou, nog maar 5 minuten. Ja, nog maar 5 minuten, Spruit. Maar laten we niet zeggen, nog maar 5 minuten, laten we zeggen. Nog ruim 5 lange minuten. Nog 5 lange, van tedere blijdschap, dan vervulde minuten. Hoe kom ik je om? Pa! Ach, nee, ik weet gewoon niet meer wat ik zeg. Oh, lieve, je hebt nog niks gegeten? Ik kan niet eten, joh. En neem dan een kadetje. Nee, ook geen kadetje, joh. Nou, dan pak ik hem wel voor je in, hè, voor onderweg. Nou, dag Albert. Ik ben nog niet weg, Spruit. En als ik wel eens naar tegen je geweest ben, oh, Albert? Met mijn hand op mijn hart, Spruit, nooit. Nou, dat is overdreven. Nee, serieus, pa. Als ik daar in de verre iemand zal missen, dan is dat deze vent. Deze Spruit. Nou, je moet heel gauw terugkomen, hoor, Albert. Nou ja, daar staat mijn verstand bij stil, zeg. In geen 10 jaar hebben ze 1 vriendelijk woord tegen elkaar gezegd. Nou gaan ze elkaar te met zitten zoenen. Dat begrijp je niet, hè, pa? Nee, dat begrijp ik niet. Ja, Albert en ik. Als er ooit ergens 2 vrienden geweest binnen. Nou, dan waren jullie dat zeker niet. Ja, dan waren Spruit en ik dat, pa. Ja, nou, we hadden allemaal zenuwen. Nou, Albert, jongen, hè? We hebben nog 3 minuten, pa. Ja, dat zal wel, maar ik begin zo langzamerhand de bibber te krijgen. Nou, Albert, jongen, hè? Goed op uzelf passen, hè, pa. Ja, Albert, ja, jongen, zeker, hoor. En allemaal de groeten, hè, Albert. Nou, Albert, jongen, hè? De groeten. En u Spruit, ja. Gehoorzaam zijn, hè? Ja, Spruit, denk ik. Ja. Pa is nu het gezinshoofd, hè? Hm? Ik heb het me allemaal opgeschreven voor pa. Pa geeft Jo haar ochtendkus. Pa beheerst onze bezittingen. Pa houdt Jo in de hand, nietwaar, pa? Ja hoor. Albert, jongen. Zeg, wordt Bobby het gezinshoofd? Ja, Spruit, ja. Maar u begrijpt,
dat er de mogelijkheid van beroep is. Hè? Als iemand het niet eens is met Pa's beslissingen, dan schrijven jullie een brief naar Paramaribo. En dan bepaal ik van daaruit wat er gebeuren moet. Ja? Nou, er zal er heel wat afgeschreven moeten worden, zeg. Beste mensen, een brok in mijn keel. Maar het wordt mijn tijd. Ja hoor, ja. Ja, nou, ja. Albert, ja. Dan, ja. De groeten. En, ja. Ja. Albert, te weten dan. Ja, dat is buit. Geef me de hand. Geef me de hand. Ja, en ja. Dan maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. En ook... Beloof het, beloof. Ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja nou, ja hoor. Nou, Albert, jongen. Een ferme hand, pa. Een ferme hand, ja, ja. Jongen. Dag, nou, Albert. Dag, Albert. Dat is buit. Albert. U hebben geloof ik nog geen hand gegeven, hè? En uitkijken voor zover, ja, 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 uitkijken hoor, Albert, ja, jongen. Ja. Juist dan, ja, rustig blijven hoor, Albert. Heb je een hand gegeven, Spuit? Nee, maar heb je nog geen hand gegeven? Het beste dan, hè? Ja, ja, Spuit, ja, en u ook, hoor. Ja, ja. Denk om de vis. Ja. Om de vis? Ja, de goudvis. Ja. Oh, de goudvis, ja. Ja. Nou, Albert, die... Ja. Die goudvis. Ja, ja, nou, ja, nou, Albert, jongen. Ja. Mijn vader de vis, de hand. Ja. Pak aan, pa. Ja, pak aan. Het allerbeste. Het allerbeste. Ja, ja, ja. Ja, hoor, Albert, jongen. Ja. Goed zo. Flink. Ja, nou, pa. Flink, Albert. Ja. En kalm aan. Ik ben tabee, jong. Ja, nou, jong. En jongen, pas op jezelf, ja, hè? Ja, ik kom u nog even een hand geven, Spuit. Ja, fijn, jongen. En van harte dan, u ook, hè? Hoor, Spuit, ja, u ook, hoor. Ik vergeet iets, jongens. Nee. Ik vergeet iets. Ja, je vergeet mij. Je vergeet mij. Je vergeet mij. Krijg ik geen hand. Ik sta maar met mijn hand in de lucht. Ja, ja. Vergeet je je oude hand, je oude vader? Ja, ja, jongen Albert, hè. Ik ben op van de zenuwen, jongen Albert. Ja, Albert, hier is mijn hand. Pak hem dan, Albert, mijn hand. Pak mijn hand, Albert. Ja. Hier rijdt er nog een. Pak alle twee mijn handen, Albert. Pak ze dan, Albert. Hou je oude vader nog even vast, Albert. Hou je oude vader nog even vast. Albert, hou de handen van je vader even vast. Albert. Ja, Albert, alsjeblieft, hou vader zelf nog even vast, Albert. Daar ga je vader een beetje zitten slaan. Ja, nou, zo, dan ben ik nu de hele... Wat zei je? Ja, we hebben hier mijn vader zelf nog wel even vast, Albert. Dan geef je me daar een klap, dan leg je me mijn handen nog vast, Albert. Ja, fijn, ik zeg maar... Zo. Zoals de Denen zeggen, hou doe. Ja. Groeten. Nou, dan ben ik nu de hele kring rond geweest, hè. Ja. Halve Spruit, dan Spruit, geef me de vijf. Alweer? Albert. We hoeven niks te zeggen, Spruit. Nee, nee. Hou je haak, jongen. En schrijven, hè, Spruit, schrijven, hè. Komt in de bus, jongen. Ja, 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 in de bus. Ja, nou, Albert, jongen. Tot ziens allemaal. Ja, bonjour. Ja, dag, jongen. Ja, dag, Albert. Mijn handen terug, mijn handen. Dag, Albert. Dag, Albert. Dag. Ja. Dag, lieve. Jo. Jo, waar was je? Ik was hier, lieve. Maar ik zag je helemaal niet, Jo. Nou ja, dat kan toch zo wel eens gebeuren, lieve. Maar bij dit afscheid, lieve, hoe kon je dat doen? Ik kon helemaal niks doen, lieve. Nee, nou ja, Jo. Rol, doe me nog plezier en wend je af, zoals ik. Ja, je wendt je helemaal niet af. Hé? Nou ja, goed, zo dan. Ja, Jo, mij toch? Ja, daar staan we nog, hè? Ja, daar staan we nog, ja. Ik zou je zoveel willen zeggen. Ja, ik jou ook. Maar ik kan het niet. Nou, ik ken het wel, maar als ik het deed, dan ga je misschien denken dat het me niks doet. Nou, dus het doet je wel iets, hè? Joke vrouw van het minnenspel teder. Of het me wat doet, zeg. Oh, ik kan wel gillen, hè? Oh, zoals ik me nu voel, zeg. Zo heb ik me nooit eerder gevoeld. Oh, ja. Ik wel. Toen had ik een spin in mijn blouse. Hey, toen had ze een spin in de blouse. Ja, en die heeft dierlijk de funk van Odenaar als ze toen uitgehaald, hè? Het is niet waar. Ja. Ja, en ik was hem zo dankbaar, hè? Hij stond daar met die spin in zijn hand. En ik zeg, nou mag je hem houden ook. wat een diep was ik nog eigenlijk, hè? Jo, ik sta op het puntje te verlaten, Jo.
Ja, nou, dat sting hij toen ook, want hij kon niet tegen die grapjes van mij, hè? Oh, niet. Oh, hij werd me toch boosig dat ik gooi je meteen klets onze trouwring voor zijn voeten. Even wachten, Jo. Jullie trouwring? Nou, en of? Oh, waren jullie dan getrouwd, Jo? Wel nee, zeg. Oh, mijn manneke maakt zich altijd meteen zo nerveus, hè? Kalmeer het toch. Ja. Natuurlijk werden we niet getrouwd. Niet voor de wet en zo. Wel nee, we deden je maar alsof. We deden je maar alsof. En dan moet ik ervan kalmeren. Oh, toevallig heb ik Dierk van de week nog geschreven, hè? Ik zeg, kom eens langs. Mijn man zit in de West. Nou, hij schreef meteen terug, hè? Alleen maar hoera! Erge vent, hè? Jo, zou je me één ding willen beloven? Beloven wil ik je alles, liever. Beloof me dat wanneer ik van hier ben, Jo, er hier geen Dierk de Vuns van Aardewerk in huis komt, hè? Nog een Sjors Nagelhoofd het Vries. En nog een Arnoud Brummel van de Vlierenbeemd. En nog even de andere kerels. Hendrik Maria van Gertem Dunnewater ook niet? Ook niet Hendrik Maria Gertem van Dunnewater. Oh. Nee. Nou, die had zelf al geschreven. Oh. Nou ja, en de Sjokkewenskijker van Beukenaarde dan ook maar niet, hè? Nee, die ook maar niet, nee. Nou ja, vooruit dan maar. Zeg, zou jij mij dan ook iets willen beloven, lieve? Alles, alles, Jokemeen, alles. Zou jij mij dan willen beloven, hè? Ja. Dat je bij alles wat je doet, hè? Ja. Maar dan ook bij alles. Ja. Je deze blik in mijn ogen bij zal blijven. Oh, kijk me niet zo aan. Kijk me niet zo aan, lieve. Beloof in het. Ja, ik beloof het, ja. Fijn, doe dan vooral ook de hartelijke groet aan juffrouw Codewijs, hè? Ja, ja, ja. Nou... Ja. De auto staat voor. Nou, Albert, jongen. Albert, daar ga je dan. Ja. Ga je met een helm, Albert. Ja. Nog een helm, Albert. Ja, dag, jongens. Groet, hé. Dag, jongens. Dag, Albert. Hou je daar, jongen. Ja, blijf, jongen. De groet, hoor, Albert. Ga je eraan, jongens. Ga je eraan. Ga je eraan. Hupsakee, hupsakee. Dag, Albert. Dag, jongens. Dag, Albert. Nou, weer Griesie. Ja, dat is ook wat. Nou is hij weg. Nou, daar zitten we nou. Ja. Ja, daar zitten we nou, ja. En wat nou? Hij is weg. Jo? Jo, zeg jij het nou maar eens een keer. Ja, nou, ik ben er helemaal, nou, toen nou. Wie wil er nog een bakje thee? Dat was Koek en Ei, een strip in vele afleveringen geschreven door Geert Elfrich en Jan Moraal. De heer des huizes, Albert de Koning, wordt gespeeld door Ko van Dijk. Zijn vrouw Jo door Connie Stewart. De rol van opa Bobby de Koning wordt vertolkt door Joop Doderer en die van opa Roel Spruit door Johan Kaart. Koek en Ei wordt geregisseerd door Karel Prior. Volgende week donderdagavond is het weer allemaal Koek en Ei. Als u van 7:05 tot 8:00 luistert naar ons familieprogramma, ga er eens even voor zitten. I like mine with a kiss. Up or down, I'll never frown. Eggs can be almost bliss, just as long as I get.